Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier bij Thomas opent met weer een van de Barrel Age bieren die ik onlangs mocht ontvangen van Steven. Barrel Age bieren van Tochten van de Korenaar. Kwam in een hele mooie houten kist, 6 verschillende bieren, waarvan 4 grote flessen. En niet je standaard spul. Tuurlijk, er zat ook stout en barley wine tussen. Maar ook dit. En hier ben ik echt heel benieuwd. Het is La Renaissance Grand Cru. 3. Grand Cru 3, als je wilt. Old school English style barrel aged IPA. Nou, dat is natuurlijk wel even heel wat anders dan IPA zoals we ze nu kennen. Denk veel meer aan gewoon de oudere hopped ales, die eigenlijk de oorsprong zijn van wat nu tegenwoordig als IPA gezien wordt, genoemd wordt. Aged on genoegs elderen barrels voor 2 years. 7% in alcohol, 750 ml. Bier is nog goed, heeft nog ongeveer 2 jaar te gaan met zijn THT, maar dat is allemaal geen probleem. Genoegs elderen heb ik even gegoogeld. En genoegs elderen is een Belgisch wijnhuis. Er zit geen kurk in. Ik ken het verder niet. Ik heb er ook niet te veel over opgezocht. Ik wil het bier gewoon eigenlijk als zich proberen. En dat gaan we ook gewoon doen. Heel voorzichtig openen. Want ik ben wel een beetje angstig voor een gasje. Weet niet waarom. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ben gewoon heel benieuwd. Dit zijn dus de leuke quirky projecten die Dochten van de Korenaar gewoon kan doen. Van die leuke dingetjes. Een beetje outside of the box. Waar ik heel, heel enthousiast en vrolijk over kan worden. Dus ik vind het ook heel gaaf dat ik dit gekregen heb van Steven. Nee, niks aan de hand. Hoop ik. Alles gaat helemaal goed. Ik ben gewoon heel benieuwd. Steven heeft in over... Nou, de laatste was letterlijk voor oud en nieuw. Die heb ik binnengekregen op 31 december. Terwijl ik niet aanwezig was. Maar gelukkig lag het bij de buren. Dus zeg maar over de laatste 8 maanden heeft hij echt een paar hele gave biermails gestuurd. Dus met dank daarvoor. We schenken het bier in. En het schenkt inderdaad gewoon als wat je kan verwachten van een old school ale. Qua kleur, heel mooi goudgeel. We zetten deze hier neer. Heel mooi goudgeel. Het ziet er bijna uit als een blonde. En een pale ale, laten we natuurlijk heel eerlijk zijn. Ik kan deze wel even zo neerzetten. Ik denk dat jullie het wel kunnen zien. Pale ale, blond. In de oorsprong, pale ale, blond. Pale, blank, licht. Ale, hooggistend, licht. Gekleurd bier. Alleen de pale ale, zoals we tegenwoordig vaak praten over een pale ale, is natuurlijk gewoon een ontzettend hoppig product geworden. Eigenlijk een soort van ja, iets lichter gehopte IPA. Het hele concept dat het een ale, een pale ale werd, was vroeger waren eigenlijk alle mouten wel donker van kleur. En het was pas volgens mij ergens rond 1700 dat de lichtere mouten kwamen. Ik zou het wel eens even moeten opzoeken. Ik heb daar wel een leuk, in dat boek ook wel eens mee. Kan ik wel een keer opzoeken. Ga er maar eens googlen. Maar op een gegeven moment werd er natuurlijk zoiets gemaakt als pale ale. En de pale ale, die werd op een gegeven moment dus agressiever gehopt en wat hoger in alcohol gemaakt om op die lange scheepsvaart te kunnen. De India ale of de India pale ale. Omdat ze dus naar India gingen. Nou, dat is de hele oorsprong. En dat is dus, dit is meer zo'n klassieke IPA. En de recepten die we tegenwoordig kennen van de IPA, dat was de craft beer boom in Amerika, eind jaren 70, mid jaren 70. En oude recepten vanuit Europa werden daar gebrouwen. Weet je, iedereen kreeg daar interesse in. En uiteraard hadden ze alleen maar toegang tot moderne mouten, dat is logisch. Maar ook in Amerika de Amerikaanse hoppen. Die daar natuurlijk, hè, we praten over dingen als Chinook, praten over al dat soort Cascade, al die hoppen die ze daar allemaal hadden. En daar kregen we een heel andere soort IPA van die we natuurlijk nu kennen. Denk bijvoorbeeld aan een oorsprong. Een van de meest klassieke zijn de IPA's van bijvoorbeeld Sierra Nevada. Weet je, die staan echt in de bakermaat van de American Craft Beer Revolution. Dus probeer dat soort dingen ook. Maar goed, in ieder geval, het ziet er heel erg mooi uit. We gaan eens even kijken wat dit doet qua neus. Ja, dit is absoluut wine barrel aged. Je krijgt, ik moet even hoor, het zal me bijna niks verbazen als hier iets aan een dessertwijnvat gebruikt is. Het heeft een heel mooi zoetje in de neus, een heel erg fruitig en inderdaad heel erg witte wijnachtig impressie van zoet
fruit daaruit. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een mooie Chardonnay, kan echt tonen van een beetje perzik, een beetje tropisch fruit hebben. En op die manier krijg ik inderdaad wat tropische tonen nu terug. Hij heeft 2 jaar op mijn vat gelegen. Hè? Hou daar rekening mee. Mooi uitgebalanceerd qua de... Oh, ik kriebel in mijn neus. Qua de houttonen die niet heel te intens overkomen. Maar je krijgt absoluut mooie tonen van eiken. En dan heel subtiel in de verte zelfs iets van een licht wrangig toontje. Veel wit fruit. Absoluut witte druif. Het enige wat ik wel moet zeggen is dat ik ontzettend veel vat krijg. Ik krijg op het moment nog niet heel veel waarvan ik denk ik ruik aan een bier. Dan moet ik ook zeggen, dit is een geweldig glas om uit te drinken. Het zijn niet de beste glazen persoonlijk vind ik om aan te ruiken. Het heeft niet de mooie wijde opening, een nauwere opening om ervoor te zorgen dat de... Ik zou bijna zeggen... Ik heb bijna de neiging om een tweede glaasje te pakken en daar wat in te schenken om te kijken hoe het zit qua neus. Misschien dat ik dat straks nog wel even doe. Inderdaad, echt gewoon een heel mooi, fris, fruitig karakter. Ik begin wat tonen door te krijgen die me meer doen denken aan een pale ale. En dan wil ik praten over, ik krijg wat meer moutige tonen. Een beetje bready biscuity. Wat meer granig wat dat betreft. Absoluut tonen die de fruitige tonen van uithop. Maar heel anders dan je zou verwachten bij een moderne IPA. Ik denk toch veel meer aan fruitigheid uit de klassieke English hops. En dan het aroma vanuit die hoppen is compleet anders dan inderdaad je aromatic hops. Kijk naar dingen zoals Willamette bijvoorbeeld. Dan kom ik even niet op de naam van die ene hop. East Kent Goldings, dat soort dingen. In dat opzicht krijg je daar veel meer een lichtere citrustonen van. Een beetje zoals de Duitse Noble hoppen. Ook wel weer anders hoor, absoluut anders. Maar een beetje zoals de klassieke hoppen die in Duitse pilsners bijvoorbeeld gebruikt worden. Duitse lagers. Ja, hij ruikt gewoon ontzettend fris, fruitig, toegankelijk. Inderdaad heeft het boeket van een mooie frisse witte wijn. Dus dat komt absoluut heel mooi door. Die tonen van eiken zijn onmiskenbaar. We gaan eens even een slok nemen. Kijken wat het doet. Steven, nogmaals hartstikke bedankt. En proost. Qua smaak. Qua smaak komt bier en wijnvat heel mooi samen. Moutige, granige tonen. Absoluut dat bittertje vanuit het bier. Citrustonen die zowel... Het mooiste is dat de fruitige tonen van zowel de wijn... En dat moet wel witte wijn zijn geweest, want de tonen zoals je ze krijgt, maar ook als ik kijk naar de kleur. Wat daar samen gebeurt is heel leuk, want die fruitige tonen vanuit de hoppen, de fruitige tonen vanuit het wijn... liggen gewoon heel mooi dicht bij elkaar en brengen het bier echt heel mooi samen. Hij is heel mooi droog. Ik weet niet of dat komt vanuit het bier zelf of vanuit eventueel de vaten. Durf ik je niet te vertellen. Het enige wat ik weet, vanuit de vaten klinkt misschien raar, maar... ik weet gewoon dat hij mooi droog is. Dat komt vanuit het bier, dat kan niet anders. Ik weet niet waarom ik dat net zei, dat klinkt gewoon heel dom. Er zit in de verte een bepaalde bitterheid in, die bijna richting iets assigs gaat. Hoe bijzonder dat misschien ook klinkt. Misschien dat vanuit het gistprofiel. Ik heb dat bij bepaalde Belgische stijlen heb ik dat ook wel eens gehad. Dat er iets in qua een droge bitterheid in zit. Die bijna iets assigs over. Heel raar misschien. Dat is echt een persoonlijke interpretatie. En met dat assig bedoel ik voornamelijk een soort van droogte die ik vroeger wel eens achter in mijn mond kon hebben. Toen ik nog rookte. Klinkt heel raar, maar daarom misschien dat assig. Dat ik dat daarin combineer. Ik kan het niet noemen. Het is ook niet rokerig, maar in ieder geval. Noem maar gek, dat mag. Smaaknotities zijn altijd persoonlijk. Het is echt heel bijzonder dit. Heel bijzonder.
Een moderne IPA-drinker die dus echt van die van de moderne hazies allemaal drinkt, zal dit waarschijnlijk niet waarderen. Die zal wel denken, dit heeft niks met IPA te maken. Absoluut heeft dit met IPA te maken, maar voornamelijk heeft dit gewoon te maken met een geweldige. Samenkomst tussen bier en het oorspronkelijke vat. Beide komen echt in de neus. Was veel te veel vat, vond ik persoonlijk. De balans en de smaak is gewoon veel mooier. Een heel erg licht fruitig bier. Of licht in alcohol niet, want hij is 7%. Dat is toch wel relatief hoog. Maar wel heel mooi. Licht fris, licht in zijn karakter. Heel makkelijk doordrinkbaar. Echt een mooi aperitief ook, vanwege dat bittere toontje. Dit zou heerlijk zijn als je dit voor een maaltijd. Ik drink vandaag vanmiddag, ik doe rustig aan met de reviews. Maar dit zou dus echt een mooi bier zijn dat je in zo'n grote fles over een paar glaasjes kunt verdelen. Hè, 3, 4 glaasjes, kleine glaasjes. En dan als een aperitief voor de maaltijd. Een bitter toontje is altijd lekker om de smaak, om de eetlust op gang te brengen. Fantastisch om dat te doen en daar werkt dit echt heel goed voor. Wat mij betreft echt een klassieker weer van Dochter van de Coroner. Ik vind het een fantastisch leuke brouwerij. Ik drink er te weinig van. Ik vind hun Sans Pardon is nog altijd een geweldige stout. En eentje die ze ook heel goed gebarrel-aged hebben door de jaren heen. Ik heb nog hele mooie herinneringen aan nu ongeveer 4 jaar geleden aan een iets bijna 4 jaar geleden aan een weekend in Maastricht, waarin ik bij God weet ik veel ook alweer de Zwaan heb gezeten, hun walk-in fridge, een 650 ml fles over een hele middag op dat terras daar. Dat was echt geniaal lekker. En dat is gewoon dit ook weer. Dochter van de Coroner is gewoon met dat mega geweldig. Dit is, ik denk ook dat dit bier wat meer gaat ontwikkelen als hij straks staat. Dus hier ga ik ook heerlijk rustig van genieten. Ik neem nog even een slokje. Maar ja, goed, als tweede bier uit de serie. Ik weet niet of er een volgorde bij zit. Ik drink hem ook niet dan in die volgorde. Ik geniet er gewoon van. Maar dit is good stuff. This is the good stuff. Koolzuur is trouwens on point voor de stijl. Hij vervliegt ietsje snel in de mond, maar dat werkt wel heel mooi. Ook met dat extra droge karakter ervan. Dat maakt hem echt. Wederom, ik vind het gewoon. Ik vind het gewoon wel. Ik ben hier echt heel erg gecharmeerd van. This is the good stuff. Dat was hem voor deze review. Hier kan ik heel erg uitgebreid op ingaan, maar dit is echt classic. English style staat erop, maar het doet mij echt heel erg. Misschien door het gistprofiel dat ze gekozen hebben. Ontzettend denken aan een klassieke Belgische bieren, Belgische lichtere bieren. Qua smaakprofiel, vanuit die gisten, dat droge ervan, de fruitigheid ervan. Ik weet niet, ik kan het niet anders beschrijven dan dat ik het gewoon lekker vind. Punt klaar. Genoeg geluld voor deze review. Het slaat helemaal nergens op. Genoeg dom gelul. Steven, nogmaals hartstikke bedankt. Dit is echt money. Dat was hem voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingsbox links naar mijn social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.